De finale van het huidige seizoen van De Slimste Mens was vrijdagavond goed voor 3,2 miljoen kijkers, een nieuw kijkcijferrecord. In de finale week van het programma werd elke dag een nieuw record neergezet. Woensdag stond de teller op bijna 2,4 miljoen kijkers, voor de halve finale van donderdag stemden 2,7 miljoen kijkers af op de kenniskies op een pot 2. Het programma werd gewonnen door Snollebollekens zanger Rob Kemps. Hij liet televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries ten Ruy achter zich in de finale. Vorig jaar ging Noos nieuwslezer Astrid Kersenbomer met de titel van door. Tekst gaat verder onder advertentie na. De Slimste Mens was het NOS Journaal van 20 uur met 2,5 miljoen het best bekeken programma. The Voice of Holland staat met 2 miljoen kijkers op de derde plek in de kijkcijferlijst. Het was de laatste aflevering van de blindauditions van dit seizoen. Buzzelets Blok ADN.